Helden van de Grens van Dave Eggers. Dave Eggers heeft al een flink oeuvre op zijn naam staan. En dit is zijn laatste en nieuwste roman. Het is echt een formidabele prestatie, want vanaf de eerste zin word je meegezogen in dit boek. Ik kon het niet wegleggen, niet neerleggen totdat ik het uit had. En toen dacht ik, wat heb ik eigenlijk gelezen? Het is een verhaal over een vrouw die uit de Verenigde Staten wegvlucht met haar twee kinderen. En een camper huurt in Alaska en dan maar naar het noorden gaat rijden. Een camper die heel slecht is, waar van alles aan ontbreekt. Dus je denkt meteen al, nou dat gaat mis. In feite is het natuurlijk een ouderwetse road novel. Een wegroman zou je kunnen zeggen. Dus een roman waarin iemand onderweg avonturen beleeft op een reis. Maar hij heeft dat ontzettend kundig gedaan. De mensen die in dit boek voorkomen, die worden buitengewoon levendig en pakkend beschreven. Die twee kinderen van die mevrouw, Paul en Anna, die worden ook zeer goed neergezet. Die vrouw zelf, dat heeft hij ook steengoed gedaan. Je denkt in het begin, dat is een leuke, aardige, grappige vrouw. En gaandeweg denk je, er zit geloof ik toch een steekje aan los. En dat steekje wordt steeds groter. Dat heeft hij echt vreselijk goed gedaan. Dus dat is allemaal, daar is echt niets op aan te merken. Maar als je het boek uit hebt, denk je, ja, het is toch eigenlijk een ontzettend onwaarschijnlijk verhaal over een vrouw die met een wrakke camper door Alaska gaat toeren. Wie doet dat nou met twee kinderen, met alleen maar problemen onderweg en narigheden en calamiteiten en rampen en mensen die tegenwerken. En je verwacht ook dat het boek slecht afloopt, want het gaat allemaal zo rot met deze dame en haar twee kinderen. Maar dat heeft Eggers niet aangedurfd. Dat vind ik een zwak punt van hem. Hij laat het boek eigenlijk nog vrij optimistisch eindigen. Met uitzicht op mogelijkheden van een soort sprookjesachtig happy end. Dat vind ik jammer, want het is een drama. En dat drama had hij beter echt ook als drama kunnen laten eindigen. Dan was die vrouw ook geloofwaardiger geweest en die tocht ook. Maar ik blijf het een prachtig boek vinden. Je zuigt er heel of je verliest je er helemaal in. Dus dat is een grootse prestatie.